Pilife! Yo iedereen van Pilife en welkom terug bij een nieuwe Rollercoaster Tycoon Classic. En vandaag gaan we een nieuw park starten en dat is namelijk Diamond Size. We starten een nieuw park, dus we gaan eens kijken wat we hier moeten doen. Dus hier hebben we al een aantal attracties staan en onze ding is... Diamond Heights already successful theme park with a great price. Develop and double its value. Je objectief, dus wat we moeten bereiken is to achieve a park valued at least €300,000 at the end of oktober jaar 3. Van 300.000 tot zijn. 300.000, dus zijn al over de helft. Nou eens kijken wat ons park hier eerst allemaal heeft. Dus ons park heeft een boomstamattractie. Een treintje daar rond treedt. Hier een achtbaan, we eens verder gaan kijken. Achtbaan. Hier hebben we een racer achtbaan te zien. En zo hier zo een main train attractie. Nee, geen main train, maar zo een main attractie. Ook een racer blijkbaar. Zo blijkbaar van racen hier in dat park. En we gaan eens verder kijken. We hebben hier nog allemaal in het park staan. Een draaimolen. Ah, we hebben hier nog een glijbaantje staan. Oké. De gasten hebben blijkbaar honger, dus we gaan eens kijken of we wat eetkraampjes en zo toe te voegen. Hier is een frietentje gaan we zetten. Zo, hier een frietentje. Wat vragen we dan voor je? We gaan ook eens een informatiehokje plaatsen. Dan gaan we een toilet plaatsen. Enkele toiletten gaan plaatsen. Zo. Wat kunnen we hier nog allemaal? Drinkstalletjes. Zo hier een. Hebben we? Nee, drinkstalletjes hebben we nog niet. Wel een ijskraampje. Dat is altijd lekker om een keer te eten in een pretpark. Nee. Nou, help. Ah, we hebben wel help hier. Kijk, ik had verkeerd gekeken. Dus we gaan eerst kijken voor al die honger en die dorst en zo wat te verhelpen in het park. Ijsjes. Een ijskraampje. Eens kijken wat er nog. Misschien hier bij de achtbaan nog een toilet gaan bouwen. Dat moet ook wel praktisch zijn. Doe we deze pomp bij. Eens kijken of we draaien. Nee, hier lukt het blijkbaar niet. Dus gaan we hier weg doen. Waar zullen we hem bouwen? Misschien hier? Hier bij de achtbaan, ideaal. Dan hebben we hier het toilet. Eens kijken hoe het met onze 191, dus al goed. We zijn goed op weg. Dus dat moeten we vooral ook in de gaten houden. Het is zeker niet onze bezoekers niet, maar onze value. Of parkwaarde eigenlijk. Misschien dat we nog eens een attractie zullen bouwen. Eens kijken waar we plaats hebben voor een attractie. Eens kijken. Hier is al een beetje volgebouwd. Misschien nog wel zo op het water. Wel nog wat ruimte zie ik om te bouwen. Zo hier in het midden. En hier. Dus hebben we redelijk wat ruimte om te gaan bouwen. Ja, misschien dat we hier nog een attractie gaan plaatsen. Maar eens kijken wat we nog allemaal hebben. Een piratenschip lijkt me ook leuk om te gaan bouwen. Gaan we een keer draaien. Dan bijvoorbeeld hier op dat stukje hier plaatsen. De plaats hier in hangt daar de uithang. Zo, dan hier een pad over het water op. Dus we gaan dan even daarop. Oh, een beetje te ver, zo. En dan bouwen we hierin. Misschien nog een beetje langer maken, dat we die kant op gaan. En dan bouwen we dit pad naar hier op. Deze naar daarop. Zo, en dit stukje doe het dan weg. Zo, ideaal. Dus gaan we natuurlijk ook een bordje plaatsen. Als je hier een bordje hebt, en dat hebben we ook. Dus dat ze niet in de ingang mogen. Of in de uithang mogen. Dan er ook bankjes plaatsen. En verlichting ook natuurlijk. Zoiets. Prullenbakjes gaan we ook nog doen. Dit is blijkbaar nog ietsje moeilijker dan ik dacht voor te gaan nemen blijkbaar. Misschien nou nog een attractie hier kunnen bouwen. Voorlopig hebben we nog niet zoveel. Misschien nog een spookhuis bij, dat we bij die piratenboot plaatsen. Kijken waar we daar juist plaats voor hebben. Ik denk dat we hier juist plaats voor hebben.
En dan gaan we hem op 0 brengen. Zodat we gewoon met shift inhouden en dan met je muis omhoog gaan. Zo, dan bouwen we hier de inhang. En dan gaan we daar de uithang bouwen. Open. Oké. Ja, ja. Dit is wel een veel gedeeld blijkbaar. Doen we deze brug hier. Zo. Eens kijken, gaan we deze wachttrein nemen. Ik ga hem hier plaatsen. We gaan hem eentje verder plaatsen. Ah, drinken. We hebben een drinkstal gegeven. Dat is goed. We gaan eerst onze ingang bouwen. Dus we gaan naar hier toe brengen. Eentje verder. Zo. Dan hebben we zo een beetje hier zo een nieuw gedeelte waar we kunnen gaan starten. We gaan even terug ons plakkaatje bouwen. Zodat ze niet te veel gaan door de ingang, door de uithang lopen. Zo. We gaan onze drinkstallen ook eens plaatsen. Dus hier hebben we een drinkstal. Die zo een beetje wat random in het park gaan plaatsen. We gaan hem hier eens plaatsen. Zo. We gaan hem even te draaien in onze map. We gaan hier misschien ook nog een drinkstal naast bouwen. Hier we zien een drinkstal. Zo. Dat is niet de bedoeling. Even terugnemen. We kunnen hem hier plaatsen als drinkstal. Zo. Bij 8 baan best niet bouwen. Dat is ook zo'n soort strategie en rollercoaster tycoon. Nooit eetkrampjes en drinkstalletjes en zo bouwen. Bij een achtbaan, want dat verkoopt toch niet. Zo, hier een drinkstalletje. Misschien ook daarnaast. Wat zat hier eigenlijk dit doen, kijk. What the fuck? Ah, oké. Okay. Dat is heel random. Soms zit ik naar een achtbaan, dat kan. We gaan eens kijken. Daarnaast kan een machine. Zo, een fritentje bouwen. Zo. Dan gaan we daar nog wat bankjes gaan bouwen. En hier dan nog wat vuilnisbakjes. Van mij ook op dat er geen vuilnisbakjes staan hier in het pretpark. Dus we gaan hier en daar ook nog wat vuilnisbakjes gaan bouwen. Kijk, voor de eetkraampjes moeten we, voor dicht bij de eetkraampjes moeten we vooral ook vuilnisbakken gaan bouwen. Zo, hier in het begin hier ook nog hier en daar vuilnisbakken. We gaan ook een bankje zetten zo hier en daar in het begin. Ja, voilà. Zo, eens kijken met onze. Ah, kijk, ze zijn al goed op weg. Eens kijken wat de gasten denken. Zo, we gaan een beetje een euro 50 van maken. Wat denken ze hierover? Dat is het kost, ja, een euro 50, misschien een euro 80 voor vragen. Want kijk, met 30 cent wat ze dan mee doen. Nee. We zitten met deze een euro. We gaan er een euro 30 van maken. We zitten met onze 8 banen, 5 euro, ja, we gaan een verloop op 5 euro houden. Eens kijken wat het met deze 8 banen zit. Bij tent, 5 euro, we gaan het op 5 euro houden momenteel. Dus onze gasten zijn ook aan het stijgen, dus we zijn momenteel bezig. We hebben terug ondertussen al 1000 euro. Dus we hebben niks van schulden, ideaal. Dus we moeten eigenlijk zoeken we echt meer geld gaan verdienen dan we geld verliezen. Onze value ook in. Ja. We zitten altijd onze value, dus we gaan wel weer een attractie omhoog. Attractie moeten we bouwen misschien. Dat hebben we ook al. Ah, misschien zo'n kinderattractie. Eens kijken waar we hem gaan bouwen. Misschien naar ons nieuw gedeelte toe. Toen ga je voor support. En dat is bij een buitenpark dat we zitten. We gaan een plekje moeten zoeken hier voor. Too high. We gaan eens kijken of er een andere attractie. We hebben nog een achtbaan. De mango, chocolate. Dus iets klein. Ah, deze gaat wel lukken. Op het moment dat hij in beeld komt, weten we dat gaat lukken niet. We mogen wel wat verder gaan bouwen. Dan doen we dit zo. Dus in deze hoek gaan plaatsen. We gaan nog iets draaien.
En dan plaatsen we hem hier. In deze hoek. En dan moeten we er natuurlijk nog een padlakje gaan bouwen. Eens kijken van waar we hem gaan laten komen. Snel daar van hieruit een pad kunnen bouwen. Even laten testen. Dan zullen we dit pad nemen. En dan we dit pad zo laten gaan. Kijk eens hoe het is goed. Zo misschien hier en daar zo van de fonteintjes plaatsen. Lijkt ook wel heel leuk. Zo op het pad. Oei, we hebben de verlichting weggedaan. En dan gaan we hier van de verlichting plaatsen. Zo. Dus hebben we hier terug ook weer een nieuw gedeelte. Zo, even terug weer een bordje zetten voor de uithang. Misschien ook nog toilet bouwen. Dat is altijd praktisch voor bij een achtbaan. Is een toilet dat je daar kan bijbouwen. Zo. Ik denk niks. Blijkbaar zijn dat 30 cent ik wel goed is voor de toiletten. Eens kijken hoe die zit. Goed, ik denk dat je nog een 80 keer van maken. Oké, okay, was great. 2 euro? We gaan kijken of we 2 euro vinden. Ja, ze gaan altijd nog erin. Dat is wel een goed teken. Kijk, hier zit de achtbaan zelf bijna vol. 2 euro, dan is 2,50 euro van maken. De twist. Ah, dat zijn die draaidingetjes. Ja, dat kan ook nog plaatsen. Hier, en ons nieuw gedeelte. Een van die gedeeltes, puntje plaats. Zo. Dan passen we hier de inhang, daar de uithang. Dan gaan we even draaien. Misschien dat we nog wat kan thematiseren ook. Dat is ook leuk om te doen ook. Eens kijken. En dat zou wel lukken. Misschien iets korter. Kijk dat we zo een randje zo gaan bouwen. Hier. Zo. Aan de kant ook. We hebben bijvoorbeeld ondersteuning, dat we de ondersteuning een beetje verbergen. Dan hebben we hier twee toiletten al. Misschien een informatiekraampje kunnen we hier ook nog zetten. Doe dat zo. En het geld komt wel degelijk binnen, dus even terug afbetalen. En die parkenvijlen moeten wel omhoog krijgen. Ja, we gaan eens wat meer werknemers aannemen, want de paden worden smeren. En zo gaat het natuurlijk ook niet lukken, doordat de paden smerig worden, dus we mogen te krijgen. We moeten hier ook eentje kunnen plaatsen, zo. Met enkele bewakers ook nog. Zo. En nog wat meer cachets, mini cachets. Doe dit zo. Oh, oké. Het is geen verdrong. Ja man, de geld komt veel naar binnen, moet ik zeggen. Hopla. We hebben bijna onze lening afbetaald. Nou, ik denk misschien een plekje voor nog ergens iets te kunnen bouwen. Misschien dit plekje. Zullen we eens kijken wat we nog al tot ons beschikking hebben. Dus over eten en zo klaar ze blijkbaar niet meer. Dus hebben ze genoeg. Misschien nog hier en daar nog wat bankjes plaatsen. We hebben tot ondertussen wel iets nieuws gekregen. Ja, dan is de lening afbetalen zo. Wat hebben we nieuw gekregen? Gaan we eens kijken. Nee. Is van Dirty Slide of zoiets. Oh, nice. Dingy Slide. Eens kijken wat we plaats hebben ervoor eerst. Hè.
Eens kijken, draaien. Hebben we hier plaats? Er is al buitenpark hier al. Hier had hij niet lukken. En daar blijkbaar wel. Zo. We hebben misschien nu een simpele. In 2 uur 30. Misschien nu een simpele attractie. Maar we moeten eerst beginnen mee. Als we meer geld hebben. Oh shit. Ik ga hem even sluiten dan. Al we terug wat meer geld hebben, kunnen we misschien even vervangen door een andere. Dat kan ik ook doen. We gaan even een test zetten. Hoeveel bootjes hebben we? 6 bootjes, oké. Full load, any load. Om de 10 minuten. We hebben dan tussen de trui geld voor ons pad te gaan verder bouwen. Zo, neem dat pad hier toe. En dan gaan we deze openen, zodat we snel geld kunnen verdienen. En ondertussen hadden we natuurlijk wat bankjes. Standaard dingen bouwen, niet bankjes en prullenbakken. En verlichting. Zo. Dan hier ook nog wat. Dan hier bankjes. En dan natuurlijk gaan we hier ook nog onze bordje plaatsen. Zo. Dat ze niet in de door de uitgang kunnen lopen. En in de 8 minuten hebben we goed ingesteld. Met deze hier, maar ook eens kijken. Nee. Deze ook om de 10 minuten. Full load, any load. Zo. Zodat de wachttrein misschien wat soepeler gaan. Mensen, we gaan een keer even sluiten. En we gaan een keer daar 2 treintjes meer bij met plaatsen. Zodat de wachtrij nu goed kan doorgaan. Nou, de mensen aan de andere kant van het park gaan natuurlijk wat moeten wachten ook. Of te zijn, kan je niet instellen normaal gezien. Maar dat komt ook niet zo goed. Normaal kon je het ook instellen, dacht ik. Als bijvoorbeeld naar 1 station wachten. Ik heb ondertussen al een leeg treintje onderweg. Oké, trein 1 is al onderweg. Zie je, voilà. En dat wordt wel beter gaan, denk ik. Even kijken, nee. Misschien dat we hier ook nog iets kunnen bouwen. Hier in een hoekje zo. Informatiehokjes. Zo. En hier ook nog. Een toilet. Voilà. Onze witte achtbaan staat stil. Ah, we zitten hier met onze. Oh, kijk, hier staat al heel vol zelf. We zitten met onze draaimolen. Niks. Even nog wachten even voor de draaimolen. Closed. Ah, dat is kapot of zo. Kijk nu. Ja, op de 10 minuten laten kijken. Oké, is bezig aan het vermaken en hij draait ondertussen al terug. Oké. Zo, en hier nog onze achtbaan terug. We gaan terug samen omhoog, samen naar beneden en de looping in. Oké, is goed. Ferry wheel, aha. Ik wil ook nog een interessante attractie te gaan bouwen, een ferry wheel. Als een reuze rad beter gezegd. Ja, die kunnen we bouwen. Misschien hebben we ergens op een hoog punt kunnen bouwen, zodat een beetje heel view over het park ziet. Dus kijken we waar de gewone wandelpad te bevinden. Ik denk dat dit hier wel een goed plekje gaat zijn. Dus dan bouwen we hier de ingang, daar de uithang. We gaan even testen zetten. We gaan hem reuzenrad noemen, niet? We gaan hem reuzenrad noemen. Reuzenrad. Zo, dan gaan we naar beneden toe bouwen. Oei. Misschien gaan we ietsje verder gaan bouwen. Even die bomen ook weg doen. Lekker stijl naar beneden vanuit het reuzenrad komen. En zo, en dan gaan we nog een inhang daar ook
aanplaatsen. Een wachtrij. Zo, en dat direct geplaatst. En hier gaan we openen en dan vragen we daar 1,30 euro voor. Natuurlijk ook wat rondbouwen. Ik hoop dat het een beetje leeg gaat worden. Nu hier en daar zo'n boom. Misschien weer een andere boom hier ook. En we hebben hier al dezelfde bomen. Zo hier en daar wat random. Een boom. Geef dat toch geld voor. Nou, misschien had ik toch nu wel kunnen investeren in die anderen. Zo. Eens kijken waar de helium zit. Tum 24, alright. Zo, we gaan nog goed omhoog. En waar zijn mijn keuzemannen? Hier dit pad keuzen. We gaan er hier met twee doen. Hier dit pad ook keuzen. Hier het gras. Pad keuzen, zeg ik. Zo. Wanneer het turn als een nieuw gedeelte toe gaan. Sorry mensen, nog even jullie plezier afnemen. En die gaan we slopen. We gaan daar de andere voor in de plaats bouwen. En nee, verkeerde attractie. Dus deze en de ice. Die lijkt me veel nog veel toffer om te plaatsen. Even draaien. Jongens! Serious! Zo. Nu dit pad weg doen ook. Dan komt maar naar beneden op. Ja. Zo. Man staat gewoon in die kots te dansen. Wat? En nog een spring. Voilà. En dit doen we ook weg. Dit pad ook. Zo, en dan gaan we kijken of die attractie kunnen plaatsen. Dat is dan die ice. Die is die. We hadden nog een klein beetje hulp nodig voor dingen te verwijderen. Dus we gaan hem wel draaien. Oké, dan kunnen we dan mooi naar papa toe bouwen. Oké, we gaan nu even testen doen eerst. Oké, dat is wel een grote investering, maar dat onze park waar we gaan ietsje omhoog brengen ook. Dus dat was dit pad. Zo. En we hebben ons bordje niet meer voor de uitgang. Zoiets. Ongeveer hier plaatsen, nee. Nope, voilà, no entry. Ah, misschien dan ook nog van die televisietjes in de wachtrij kunnen plaatsen. Dat lijkt me ook nog leuk om te doen. Zo hier en daar van die televisietjes. Zo, misschien hadden we elke wachtrij kunnen doen. Zo mensen, en voor deze video zal ik het nu momenteel laten. We hebben een heleboel gebouwd. Deze achtbaan, hebben we dit nieuwe gedeelte hier gebouwd. En de reuzenrad, dus hebben en bankjes en eetkrampjes en zo. Dus we hebben heel wat gebouwd. En de volgende video gaan we verder met het park. Vond je dit een leuke video? Geef hem zeker dat duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Laat ook eens in de reacties naar wat je van deze video vindt. En stuur deze video... en stuur deze video zoveel mogelijk door naar al je vrienden. Ik zie je in de volgende Rollercoaster Tycoon Classic.